22 december 2018 vindt in het mooie Drentse dorp Zuidbargen een kerstbelevingstocht plaats, georganiseerd door de protestantse wijkgemeente Emmen-Zuid. Tijdens deze tocht zal ik verslag doen en in gesprek gaan met mensen die meelopen, mensen die meewerken en iedereen die antwoord op de vraag wil geven die het thema vormt van deze kerstbelevingstocht 2018. Hoe vier jij kerst? Mijn naam is Juri Emmeneel en mijn vraag is aan u allen. Hoe vier jij kerst? Even voorstellen. Ja, ik ben Abelina van de Sluis. Goed, en jij doet mee met de kerstbelevingstocht. Ja, jij speelt een hele bijzondere rol. Of... Ja, eigenlijk wel, hè? Eigenlijk wel. Ja, wat? Daar heb ik nog niet zo over nagedacht, maar dat klopt eigenlijk wel. Ja, ik mag aankondigen dat Maria zwanger gaat worden en een hele belangrijke zoon op deze wereld gaat zetten. Ja. Je vertelde net, voordat we begonnen, dat heel veel mensen, als je zegt van, goh, ik speel een rol in een kerstverhaal, dat heel veel mensen gelijk zeiden van, goh, dan weet ik al welke rol je speelt. Ja, dat klopt. Dus dat, ja. En dan zeggen ze eigenlijk allemaal, niet bijna, maar eigenlijk allemaal wel, oh, dan speel jij de engel. De engel, ja. Ja. En dat ligt dan waarschijnlijk aan mijn blonde haar. Ja, dat je een verschijning van... Ja, mooi. En hoe kijk je naar die scène aan? Het verhaal van de engel komt bij Maria op bezoek en zegt dat zij zwanger is. Ik vind het allereerst een hele eer dat ik die rol mag spelen. Mm-hmm. Ik vind het wel een hele mooie rol. Het is maar heel kort natuurlijk, hè. Het is een korte scène. En voor mij is dat verhaal, voor mij persoonlijk, heel waardevol. Heel waardevol. Dat wordt aangekondigd dat Maria onze Heer Jezus op de aarde zal zetten. Ja. Dat is een belangrijk moment in de geschiedenis. Voor jezelf. Ik kijk er niet zo historisch naar. Nee, oké. En het is natuurlijk een moment in de geschiedenis. Ja. Want ik zag vanmorgen nog iets waar dan ook in verteld werd. Dat wij toch hebben voor Christus. En dat we nu in het jaar 2018 zijn. Ja, hè? Dat moment. Dus de geboorte van Jezus heeft onze jaartelling bepaald. Ja. Dus het kan toch niet ook zomaar een fantasieverhaal zijn. Nee. Maar is voor mij niet zo van belang. Voor mij is gewoon van belang dat, dat de Heer Jezus op aarde gekomen is. Ja. Ook voor jouw persoonlijke leven. Voor mijn persoonlijke leven heeft het heel veel impact. Ja. Ja. Het is niet zo, ik heb ook wel met mensen gesproken die dan zeggen van ja, het is mooi. Mooi evenement, het gebeurt bij mij op het dorp, daar wil ik aan meewerken. Maar bij jou is het ook echt, je bent ook lid van de kerk waar je die het organiseert. Ja, ik ben 2 jaar geleden gedoopt. Dus ik heb ook een hele bewuste keuze gemaakt om mij te laten dopen. Ik ben er heel lang mee bezig geweest. Ik ben niet gelovig opgevoed. Ik ben eigenlijk in een gezin opgegroeid waar geloof gewoon niet belangrijk was. Zeg maar atheïstisch kun je wel bijna zeggen. Mm-hmm. En ben toch in contact gekomen met het geloof door mijn grootmoeder. En die heeft een zaadje geplant, zeg ik altijd. En dat zaadje heeft heel lang moeten groeien voordat ik de grote beslissing kon nemen. En voor mij was het belangrijker dan mijn bruiloft toen ik gedoopt werd. Dat was voor mij een groot feest. Ja, mooi. En heb je ook dat hier in de... Ik heb het bij mij in de kerk in de opgang gedaan. Dat is de protestantse kerk Zuid van Emma. Mooi. En het thema van de kerstbelevingstocht. Hoe vier jij kerst? Wat is jouw relatie tot het kerstfeest? Ja, dat is tweevoudig. Ik heb heel lang geen kerst gevierd. Omdat ik ook heel veel moeite heb met het commerciële goed en het wereldse goed dat tegenwoordig zich afspeelt. Daar sta ik niet zo achter. Dus ik heb heel lang erover gedaan, zal ik kerst gaan vieren of niet? En nadat ik dan gedoopt ben, heb ik dan besloten om dan toch
ook echt ervan te genieten van het kerstfeest. En nu doe ik dat wel heel erg. Ja. Heel, hele levensweg. Volgens mij onze levensweg. Het heeft zich ontwikkeld. Als het zaadje wat bij dat geloof heeft zich ook steeds meer over nagedacht. Ja. Steeds meer bewuster die keuze gemaakt. Ja, ik ben er heel lang mee bezig geweest. Omdat ik ook zoiets had van, kijk, als je nou als kleinkind geboren bent en je wordt gewoon gedoopt als kind, ach, dan is die keuze voor jou eigenlijk al gemaakt. Ja. En nu moest ik die keuze maken. En ik had heel graag gehad, mijn ouders mij gewoon als kind gedoopt hadden, dan had ik niet zo'n zware zoektocht gehad. Dus het is voor mij een hele lange zoektocht geweest. En ja, ik ben eindelijk thuis gekomen. Die zoektocht kan even wel heel veel gebracht. Ja. Volgens mij, als ik dat zo zie en als je op dat moment zelf kan kiezen, zeggen van ja, ik kies voor dit, ik hoor hier thuis. Ja. Daar is die zoektocht ook voor nodig geweest. En het is lang niet altijd makkelijk, maar terugkijkend. Heeft het wel aan mijn ontwikkeling bijgedragen? Ja, 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 mooi. Zeer zeker. Ja. En waar kijk je het meest naar uit straks bij de kerstbelevingstocht en het vieren van kerst? Wat ik heel erg mooi vind is, kijk, ik heb dit nog nooit gezien, ik heb dit nog nooit meegemaakt, die kerstbelevingstocht, dus een paar jaar geleden nog niet. Ja. Ik heb er wel hele mooie verhalen over gehoord, maar ik vind het fantastisch dat het kerstverhaal op een moderne, verfrissende manier, want zo ervaar ik dat wat ik zo meekrijg, aan het grote publiek wordt meegedeeld en getoond. En als ik zo nadenk over wat ik allemaal zo meegekregen heb, links en rechts, dan wordt het denk ik heel interessant. Ook voor mensen die misschien daar nog niet zoveel mee hebben. Mooie kennismaking. Of een verdere kennismaking. Of een opnieuw kennismaking met dat verhaal. Met dat verhaal. Ja. En dat het niet alleen om cadeautjes gaat. Of om een kerstboom. Maar dat er een dieper verhaal achter zit. Zou je dat wat kerst voor jou betekent, zou je dat ook in een woord of een zin kunnen omschrijven? Ja, kerst is voor mij liefde. Liefde? Ja. Als ik één woord moet gebruiken, is het liefde. Liefde voor alles. De mensheid. De mensheid. Ja. Vrede op aarde. Ja. En ja, ik heb er vandaag nog over nagedacht. We hebben overal oorlogen. Maar nu is het niet meer helemaal zo. Het is al heel lang zo geweest dat met de kerst zelfs een wapenstilstand was. Ja, dat is het bekendste verhaal daarvan is natuurlijk de Eerste Wereldoorlog. Daar had je een paar jaar geleden had je een hele mooie reclame, heb ik laatst nog gezien. Van dat ze daar dus onder het zingen van kerstliedjes herkenden ze elkaars kerstliedjes. Mensen uit Engeland zongen kerstliedjes en die zongen de mensen in het Duits aan de andere kant van de loopgraven weer terug. En toen was er een paar dagen lang geen oorlog. Was er rust en vrede. Ja. En dat is toch wel heel bijzonder dat je dat daarmee kan bereiken. Ja. Dus er is nog veel meer mogelijk, lijkt mij. Als we ons maar openstellen voor. Ja, ja. Voor de liefde. Mooi. Zeker. Bedankt.